Ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Ook naar mijn vrouw toe en naar mijn... Ja, wij konden, of ik kon, bijna alles. Ik vroeg wel eens hulp, maar ik was gewoon onafhankelijk. Als ik nu 's morgens wakker word, eerste week moet ik denken, oh ja, dat is mijn knopje, want ik wil iemand, ik wil eten of ik wil drinken. Dus van dat knopje ben ik gewoon afhankelijk geworden. En daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Ja, ik heb gekozen voor de ouderzorg. Denk al zo'n 20 jaar geleden. Ouderzorg, ja, het is gewoon heel leuk om te doen. Het is niet alleen het billenwassen wat vaak mensen denken. Daar komt veel meer bij kijken. Dat je er bent voor de oudere medemens. Ja, dat heeft heel veel meerwaarde voor mij. Een praatje maken, gewoon een hand op de schouder, af en toe een knuffel geven aan de mensen. Het gevoel dat je er echt voor ze bent, dat is gewoon heel leuk om te doen. Dat maakt het vak mooi. Door de tijd heen, dan krijg je, ja, persoonlijke band is een heel groot woord, maar je krijgt toch bepaalde banden met iemand. En dan weet je, nou, als ik met hem of met haar ga praten over het geestelijke, die gaat erin mee en de ander praat ik over van, nou, ik voel me eigenlijk gewoon niet prettig, ik weet niet wat ik heb. Nou, en die gaat daarin mee. En langzaam bouw je met verschillende mensen een bandje op buiten de zorg. En dat vind ik heel belangrijk. Als ik met een voldaan gevoel naar huis ga, is echt als ik voor een aantal cliënten heb gezorgd die dag. En ook echt heb aandacht heb kunnen geven aan hen. Dus echt het gevoel heb van, oké, ze hebben een verhaal kwijt kunnen zijn of ik heb ze goed kunnen verzorgen. Het hoort ook bij natuurlijk dat ze gewoon netjes zijn, dat ze heel tevreden zijn, dat ook familieleden, die komen ook nog een keer bij kijken natuurlijk, ook tevreden zijn en met hun vragen terecht kunnen. Dan ga ik met een goed gevoel naar huis.